Als je deze twee ja. persoonlijkheidstypes hier naast elkaar zit, dan begrijp ik wel waarom wij de Slimmer Presteren podcast nou ja. maken, toch? Nou, vul ik haar ja. ook al aan. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Likra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens Tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hardlopen op karakter, nieuwe inzichten in een goede loopstijl. Tijdens een marathon heb je alle tijd om naar je medelopers te kijken. Ze lopen bijna allemaal even hard, maar hun stijl verschilt enorm. Zo lijkt de een opvallend op en neer te huppelen, maar een ander juist zo wat aan de grond te kleven. Hoe komt dit nou eigenlijk? En zegt de manier van lopen misschien ook iets over jouw persoonlijkheid? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, naar uh, het college van vorige week over ijzer en uh, de heftige biologie. Gaan we het deze week maar eens over wat luchtigers hebben. Ja. Namelijk psychologie, karakter. En gewoon lekker weer over hardlopen. Noem dat luchtig, ja. Ja, dat is waar. Daar gaan we achterkomen. Ja. Uh, het is het uh, deze aflevering komt uit het laatste weekend dat je nog in de voorverkoop je kaarten voor de uittorenloop kan veilig stellen. Heb jij mensen eigenlijk gevraagd om ook nog een, een, een persoonlijkheidstestje te doen bij de inschrijving? Dat zo? zit dat niet leuk. standaard in nee. het inschrijfformulier. Ik vraag ze wel: waarom heb je besloten mee te ja. doen? En dan vind ik het heel leuk om daar dan te lezen. Nou, dankzij de slimme Versteren -podcast, ja. uh, podcast. Er komen echt veel luisteraars. Naar Leersum volgende week. Um, tot en met aanstaande zondag. Als je dan nog inschrijft. dan weet je in ieder geval zeker. dat je naam op je startnummer staat. en dat je überhaupt een startnummer hebt. Want uh, de na-inschrijving is beperkt. Maar goed, dat is volgende week. Dan gaan we met elkaar kijken naar de verschillende loopstijlen. Ja. op uh, de heuvels rondom de Uilentoren. Je moet toch wat, hè? Tijdens zo'n uh, zo ja. zo lange loop. Ja, ja. ja, en ik dacht meteen. toen ik dit uh, onderwerp op de agenda zag staan. gewoon loopstijl. Daar hebben wij ja. het al een aantal keer over gehad. Ik ben benieuwd. Um, ik lees dat jij zegt: we moeten het hebben over wat is je loopstijl eigenlijk precies? Wat maakt dat uit voor je prestatie? Hoe kun je zien of iemand energiezuinig loopt? Kun je dat überhaupt eigenlijk hmm. wel zien? En is je loopstijl dan gekoppeld aan je persoonlijkheid? Hmm. Jurgen. Hoezo? Wat ja. is de aanleiding dat we het hier vandaag nou, over hebben? dat is uh, twee, twee kanten van het verhaal. Er zijn wat nieuwe studies gedaan uh, door, uh, of gepubliceerd door Bas van Horen. Ja. Die gaat ook prima binnenkort promoveren. Uh, Bekende hardloopwetenschapper zeker. uit Nederland. Hij ja. uh, hij loopt ook nog behoorlijk hard. Inderdaad, ik snap nooit hoe hij alles. Hij publiceert heel veel. Hij, hij loopt, loopt heel, heel, veel. heel veel. Hij loopt heel hard. Uh, in de tussentijd uh, ja, moet hij ook promoveren. Nou, dat gaat gebeuren. Ja, En jij ziet en natuurlijk hij dat hij zoveel dingen. loopt. Omdat hij lid is van de exclusieve slimme presteren ja. Strava Club. Omdat hij te gast was. Zelf. Ja. In aflevering 103. Zeker. Inmiddels ja. slechts 80 dus, afleveringen geleden. Dan zou je zeggen. Waarom nodig we hem? Die dacht, ja, we hebben hem al een keer gehad. Toen ging het met name over het nut van, uh, van wearables. Hij heeft nu met name gekeken naar uh, ja, um, economisch lopen. Energie zijn er. Lopen, uh, wat is de koppeling met, met loopstijl? Dat is denk ik wel een uh, paar dingen. Ja, interessante dingen komen, komen eruit, of eigenlijk meer die bevestigen wat we al eerder spraken in onze aflevering. Ja, um, en de andere is ja, toch van uh, is er toch een link uiteindelijk tussen uh, ja, je persoonlijkheid van aantal uh, kenmerken van je persoonlijkheid en de manier waarop je loopt. En dat werd natuurlijk ja. Geïnstigeerd door een, een, een appje die we kregen in de community. Uh... In onze slimmer presteren ja. WhatsApp community. Als je denkt, van gaat het over? Word snel vriend van de show. En je vindt uit hoe je in ofwel jouw regionale chapter. ofwel in een mooie groep rondom ja. een evenement uh, terecht kan komen. En dan onder de titel, volgens mij. Je rent zoals je denkt of zo. Hè? Dat was een uh, studie. Uh, Ik zou uit... zeggen, je rent zoals je bent. Ja, maar in dit geval, zoals je denkt. Nou, kan allemaal. En uh, de, dat is de vraag: van, is dat ook zo? En uh, daarom heb ik jou ook maar eens uitgenodigd. Ik heb die studie opgezocht. Ja. Die, ge, die gaan we maar eens even bespreken. Zullen dus we daarmee beginnen? Uh, dan en dan, dan straks over de inzichten van Bas van Horen. Ja. In het tweede deel. Um, ik moest opeens een testje van jou doen. Ja. Een uh, karakter. Omdat testje. dat in die studie ook gebeurde. Dus, uh, nou, wat er gedaan is. Nou ja, de studie is verschenen. En. Um, in het kort, wat ze gedaan hebben. Nou, ze hebben, een, een, zoals dat gaat, een leuke inleiding geschreven. En in de inleiding zei ze: ja, kijk, wat we wel weten is enerzijds dat. Ja, dat, dat persoonlijkheidskenmerk. Dat marathonlopers, duurlopers hebben bepaalde persoonlijkheidskenmerken. Of daar lijkt het wel op. Het ja, dus, eerste ja. waar ik aan denk zijn goede doorzetters. Ja, nou, ik toch? heb het even op een rij gezet. Gaat dan, niet om de tijd, gaat om de stress. Ze denk, kunnen dingen oplossen. Dan denk je echt van ja, nee. Goh, wat, wat zitten we toch weer lekker in ons vellen? Wat zijn we toch goed ja, persoonlijkheden? Even, ja. Iedereen die uh, duursporter is, marathonlopers in het bijzonder, luister mee. Dit ja, gaat over jou. Ja, het psychologische profiel van een marathonloper. Die ja, wordt dan gekarakteriseerd, ik snapte dat niet helemaal, als een ijsberg. Dat betekent eigenlijk dat de, alle lagen, dat de, de negatieve aspecten, die zitten allemaal onder water. Die, daar scoren we laag in. En de positieve aspecten scoren we heel goed in. Nou, de lage scores zijn in spanning, depressie, woede, vermoeidheid, verwarring. En een hoge score in krachtig voelen. Nou, heerlijk toch? Ja. Ook... Daarnaast, andere studies, intelligenter, creatiever, soberder, openhartiger. Je zegt, een marathonloop maakt je slim? Of nou, slimme mensen gaan een marathon dat, lopen? Dat, 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 dat doen ze dan in de discussie. Wat de uitspraken over van, nou, kwaliteit. Uh, Welke kant die relatie en, uh, op? Ja, ja, dat is ja, een beetje ja. lastig. Nou, maar wat zij zeggen, studies van de tijd terug zijn dit al. En dan halen ze wel een, een studie aan. Dat ze zeggen, en het blijkt dat 96% van extraverte personen lopen optimaal, rechtop. Ja. En 83% van de introvertpersonen meer in elkaar gedoken. Oké, okay, want hier maak je een bruggetje naar een loopstijl. We ja. waren even eigenschappen van marathonlopers aan het opnoemen. Ja. Topmensen, leuke toppers. Zeker. Ja. Maar nu de relatie en loopstijl. Laten we dan even bij de basis beginnen. Definities vaststellen. We zullen zo inzoomen op hoe zij een karakter testen. Hebben mm -hmm. wij ook gedaan. Ja. komen we achter onze karakters en de verschillen tussen onze karakters. Maar even uh, loopstijl. Ja. Wat is dat? Wat bepaalt een loopstijl? Wat bepaalt een loopstijl? Oef, dat is wel een hele moeilijke vraag. Omdat, nou ja, we hebben dat toen ook wel. Uh, wat, wat in de praktijk gebeurt is, dat daar kijken biomechanici naar. Mensen met kennis eigenlijk van de biomechanica. Uh, dat gebeurt door ja, uh, mensen uit te nodigen op een loopband. Of een stukje te, te rennen. Allerlei markers uh, op te plakken. En dan uh, met videobeelden of die markers, maar eens te volgen. En dan eens te kijken, oké, okay, uh, ja, je hebt te maken met een x aantal gewrichten, ja. aantal uh, uh, lichaamsdelen. Uh, dus je kan kijken naar kniehoeken, je kan kijken naar grondcontactgijden, naar paslengtes. Je kan kijken naar, uh, naar het heupgewricht van hoeveel uh, strekking zit daar, hoeveel oh, ja. zakt het in. Je kan kijken naar verticale verplaatsing. Kortom, er zijn heel veel parameters die dan in die studies genomen worden. En dan met name om te kijken: van is er nou ja, een optimale loopstijl? Van is er een relatie tussen een bepaalde ja, kniehoek of, of heuphoek. Of hoe lang jij aan de grond uh, staat, zeg maar, die grondcontactheid. En je loopeconomie. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als ja, mensen... Zo zuinig mogelijk lopen. Ja. Oftewel een bepaald tempo kunnen. Halen of vasthouden met relatief zo min mogelijk zuurstofverbruik. Ja, dat is het idee dat mensen je kan de, de loopprestatie hangt af van eigenlijk een aantal fysiologische factoren, worden genoemd. Nou, je VO2 max is er één van, die moet uh, op zich bepaalde grootte hebben. Daarnaast moet jij in staat zijn op een bepaald percentage van die VO2 max, uh, ja, uh, dat langdurig vol te houden. Dat is die de befaamde drempel. Mm, de omslagpunt, mm. anaerobe anaerobedrempel. Nou ja, allemaal uh, verschillende termen voor. Maar we, we hebben hem door. Als je die uh, overschrijdt en als die te laag ligt, ja, dan, dan hou je het nooit lang vol. Nee. En het de derde is dan het uh, loop-economie. En dat is eigenlijk uh, ja, alles wat, wat inderdaad uh, valt onder energiezuinig lopen. Waarvan... Uiteindelijk de uitkomst of het laatste aspect is, de, is je loopstijl. Want daar van tevoren, wat, wat bepaalt eigenlijk hoeveel energie of hoeveel zuurstof jij verbruikt bij een bepaalde snelheid. heeft ook al te maken met jouw hart-, vaat-, longensysteem. Uh, met jouw mitochondriën, hoe, hoe, uh, ja. hoe goed die werken. Hoe Vorige efficiënt week dat uitgebreid is. over gehad? Ja, ja. dus metabolen-efficiëntie eigenlijk. Uh, efficiëntie wordt dan gemeten. Vinden we allemaal lastig, want we kunnen maar heel moeilijk echt vermogen meten. Een stride probeert het, maar eigenlijk weten we alleen maar bij fietsers hoe dat echt is de relatie van een metabol vermogen tot mechanisch vermogen. Want daar kun je wel ja. door die trapbeweging ja. goed vermogen. Ze dus zijn met lopen beperkt hè? er ja. zitten rekenmodellen achter. Dus we, we moeten het gewoon doen met inderdaad de standaardmaat. Ga laat iemand lopen op 10, 12, 14 km per uur. En ga eens kijken naar hoeveel zuurstof hij verbruikt. Ja. Nou, dat is op zich een prima maat. En breng dan allerlei varianten in loopstijl aan. Heftig uitbuigen met je armen, veel de kleine ja. passen, grote passen. Weet ik, al al en, die parameters. En ga eens kijken naar ja. uh, verschillende groepen mensen. Ongetrainde, getrainde, uh, ja. Kenianen, uh, Europeanen. En kijk of je daar verschillen ziet. Ja. En kun je die dan koppelen aan een bepaald aspect van uh, de loopstijl of de loopbeweging. Ja. En, en dat... hier horen we dus al, denk ik, een eerste les uit deze aflevering. Voor de mensen die een beetje meeschetsen en meedenken in hun hoofd. Als je het al hebt over zoveel variabelen, mm -hmm. dan wordt het al heel moeilijk om eenduidig. Ja uitspraken te gaan doen. Dit is beter of slechter dan iets anders. Misschien vervelend als je hier van een quick fix kwam. Maar ik zit natuurlijk ook in onze show notes te kijken. Het is niet de eerste keer dat we het over loopstijl hadden. In 103 hadden we het met Bas van Hoorn erover. In 124 hadden we het over schapen, schaven aan je loopstijl. Ja. Is dat eigenlijk zinvol of onzin? Hadden we het ook nog eens over de ideale pasfrequentie in 156? En steeds was eigenlijk de conclusie... Nou, wat ik in ieder geval heb onthouden... Het lichaam gaat zelf op zoek naar de meest efficiënte manier ja. van bewegen. Ja. Daar kun je toe uitdagen met allerlei oefeningen: door eens wat te proberen. Maar ga nou niet jezelf dwingen op een bepaalde geforceerde manier te lopen, want dan wordt het alleen maar slechter. Ja, en omdat die dingen ook vaak gekoppeld zijn. Dus je kan wel zeggen, ah, iets meer kniehef. Ja, dat heeft ook consequenties voor de rest van de beweging. Ja. Dus uh, dat geeft ook iets van ja, terug, hoe geef je feedback, terugkoppeling. Uh, dus inderdaad nou in het kader van alle ASM afleveringen uh, over motorisch leren was de beste manier. Bied verschillende uh, oefeningen aan waarin je eigenlijk op zoek gaat naar die grenzen. En uh, nou, laat het lichaam ja. het zelf ontdekken. Door, uh, en die vind ik belangrijk, want ik heb wel naar aanleiding van die andere drie afleveringen geworsteld. En, en jij ook, want je hebt inmiddels de training tot hardlooptrainer ja. gevolgd. En toen zei je ook, ja, maar het gaat daar de hele tijd ja. over ja. Uh, de loopbeweging variëren. En de gemiddelde hardlooptrainer of degene die wel het bij een hardlooptrainer loopt zal herkennen. Je ja. krijgt allemaal opdrachtjes: doe dit, doe dat, ja. doe dat. En wat mijn inzicht nu is, ik begrijp het nu. Dus die oefeningen. Zijn super goed om dat lichaam kennis te laten maken met verschillende bewegingen. Ja. Variatie in tempo, variatie met armzwaai, variatie met paslengte. Mm -hmm. Maar het gaat mis als de looptrainer tegen jou gaat zeggen, ja, doe, deze ja. pasfrequentie of deze houding of deze ja. dingen, moet jij lopen? Want dan moet je terug zeggen, nee, 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 nee. Ieder individu heeft zijn eigen optimale loopstijl. Ja, ja en dat, dat vind ik nog steeds, ik laat ook af en toe in die training, als ja, onderdeel bij de warming-up, of, of laat je mensen naar elkaar kijken. Ja. En dan wat valt je op? Ja. En dan, dan hebben ze altijd wel iets. Hè? Want ja. Ja, Die doet dat. dat. Ja, ja. ja en, en, maar dat verbaast me ook altijd bij die commentatoren. Bij, uh, TV? Uh, ja, wat een mooie loopstijl, dit of dat. En uh, nou, kijk, ik snap voor een 100 meter sprint of wat kortere afstanden. Ja, dan, dan zie jij misschien straalt die efficiëntie er wel wat duidelijker van af. Hmm. Um, terwijl we hebben geleerd, daar maakt efficiëntie niks uit nou, dus van brute kracht. Eigenlijk brute kracht, precies. <laughs> maar daar kun je voorstellen als iemand te veel zijwaarts uh, ja. beweegt, ja. of uh, te veel met die armen juist te veel zwaait, of die benen achter zich uh, laat dwarrelen. Nou, ja, dat kost allemaal tijd, dat is extra energieverlies, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Maar ja, bij het marathonlopen, ik, uh, ja, het, ziet er, het ziet er goed of snel uit, prima. Maar ik kan nou niet zeggen wat een fantastische loopstijl. En, en, en dan vaak de relatie van, dus die is goed of zo. Of die, uh, ja, dat, dat verklaart alles. Nee. En dat is die studie, volgens mij, die haal ik steeds maar weer aan. Ze hebben beelden van vijf verschillende of, lopers. Met verschillende efficiënties of uh, loop-economie uh, uh, gekeken, uh, of, uh, opgenomen. Die beelden doorgestuurd naar coaches, een stuk of 100 coaches. En gezegd, nou zet hier eens een volgorde van uh, energiezuinig lopen. Uh, nou, dat ging alle kanten op. Het ja. ging helemaal nergens. En Waarschijnlijk mist in. zetten die coaches uh, allemaal op een andere volgorde. Ja. En, was ook en ze hadden het niet, niet goed, nee, dat klopte niet. Nee. En dan werd gevraagd: waar kijk je dan naar? Ja, naar, naar de arm inzet. Nee, kleine passen of uh, juist uh, de, de kniehef of dat dat dat, dat been uh, de, de enkel afzet. Nou, dat zijn allemaal van die dingen waar iedereen dan wel een mening over heeft. Maar precies de relatie van of je daardoor nou wat wat die ja, relaties tot tot energiezuinig lopen. Nou. Aan de hand van heel veel studies valt daar niets veel over te zeggen. Exact, de wetenschap zegt nee, ja. te veel individuele verschillen. De andere component in deze aflevering: het brein. Ja. En loopstijl. We ja. hebben het eerder gehad over persoonlijkheidskenmerken die een rol spelen bij hardloopblessures met Jan de Jonge. Ja. Ging het met name ook over obsessieve passie en hoe je in je sport staat. Ik heb die onlangs nog eens terug geluisterd. Ja. Ik had toen tijdens de aflevering het idee, ja, wat heb ik hier nou aan? Maar dat is toch eigenlijk wel een hele waardevolle aflevering. Ja. Juist ook inderdaad om, om beter te luisteren naar pijntjes en verstandig om te gaan met je sport. Ja. Maar nu gaan we zeggen, wacht even. Wij hebben allebei een vragenlijst ingevuld. Wat was het? 16 vragen. Nou, best de veel Bayer vragen. Briggs. Ja. De Myers-Briggs persoonlijkheidskenmerkanalyse. Ik had er wel eens van gehoord. Uh, aan de hand van een aantal assen. Word je gescoord, intrinsiek, excesiek, uh, intuïtief of uh, rationeel? En, en nog een as? Ja. En daar komt dan. daar zijn 16 verschillende archetypes van mensen komen eruit. Ja. En nu is er dus een studie die heeft gezegd. Op basis: wat is de relatie? Is het op basis van jouw persoonlijkheidskarakter? Voorspellen wij jouw loopstijl? Of is het op basis van je loopstijl voorspellen wij je karakter? Nou, het is een beetje. Er zit wel. Nou ja, ergens is de gedachte natuurlijk, daar hebben we het volgens mij met de laatste aflevering over ASM, over gehad het bio, uh, psychosociale model. Ja, is, is het thema van 2024 ja. voor mij. Hè? Kortom, ja. we moeten niet de biologisch kijken, maar we moeten ook die psychologie meenemen. Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. En, en deze zegt eigenlijk van, nou ja... Um, Oké, okay, we weten dat we verschillende um, karaktereigenschappen of persoonlijkheid uh, hebben. Ja, nou eerst maar zo over die uh, Maya um, Briggs-type indicator. Waar jij, ja, ik had er wel eens van gehoord, maar als ik even ging googlen, kwam ik meteen achter. Ja, uh, hij wordt het meest gebruikt. Dat zeggen ze ook in het artikel in, in dit soort onderzoek. Maar hij is ook eigenlijk, er is heel veel kritiek op. Uh, ja, pseudo-wetenschappelijk wordt hij ook wel eens genoemd. Uh, ja. Dus, maar ik ben, ja, ben blij dat je er zelf mee komt. Hij mag zelf, dus hij, ja, los daarvan, er is dus niks beters of anders, of noem maar op. Nou, De, ik zal, er ik zit zal een van mijn eigen al-intuïtieve Twijfels benoemen. Uh, er zijn 16 hokjes waar mensen in worden gestopt. Uh, maar als ik die test invul en als ik kijk naar mijn uitslag op de verschillende assen, zit ik bijna overal in het midden. Ja. 43%, 63%, weet je, dat zit allemaal rond de 40, 60%. Ja, maar dan moet ik even een stap terug, want wij hebben de uitgebreide of de, de gedaan. Ja. Dit, komen wij, uiteindelijk die 16 types, dat hoeft niet in het nee, maar oorspronkelijke. Nee, want dit is ook de test van de kleurtjes, toch? Rode mensen, gele mensen, groene mensen, blauwe mensen. Waar je in elke kantoortuin iedereen de hele dag over Ja, hoort. ik weet niet of het dezelfde is, maar even nog, dit is ooit... Uh, de grote Carl Jung heeft dit ooit al, uh, is de grondlegger een beetje daarvan, of als eerste genoemd eigenlijk, ja, het gedachtegoed ja. van hem, dat er een soort vier assen zijn van uh, persoonlijkheid. Nou, en die assen zijn extraversie, introversie, ja. Uh, ja, sensing, intuition. Ja. Kom ik zo nog wel op? Thinking of feeling en de laatste denken of voelen, ja. ja en ik kwamen er dan later bij: judging, perceiving, wat is dat in het Nederlands uh, beoordelen? Of uh, nee, dat is meer. Ja, lekker, ik snap je, ja, ja, ja nee, ja, goed. goed ik ga nu naar het Nederlandse, want ja. eigenlijk zeggen zij van gericht naar: nou, ben je hoe ga jij om met nieuwe prikkels? Ben je extravert, introvert? Ja, dat is de eerste hoe ga je om met nieuwe informatie om en daar draait het uiteindelijk in deze studie om. Ben je observerend of intuïtief? Oké, okay, die as ligt ja, de dus dadelijk uit. Precies. Ja, precies. Hoe uh, beslis jij op gevoel of te denken? Ja. En de laatste is, hoe werk jij? Gestructureerd of spontaan flexibel? Oké. Okay. En nou ja, de grote kritiek is eigenlijk van... Ja, uh, ho hoezo mis je hier niet van alles mee? Uh, wat, wat zegt hij nou allemaal? Er is... Het is niet reproduceerbaar, vaak. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, laat je de mensen de test op de ene dag invullen en doe dat een maand later. Dan krijg je, kun je verschillende uitkomsten krijgen. Dus het is ja. niet zo. Of Ik heb altijd geleerd bij dit soort vragenlijsten: het maakt namelijk nogal uit. Op. Welke situatie jij je inbeeldt ja. op het moment dat je de antwoorden moet geven. Want het zijn allemaal vijf puntschalen. Ja. He, van helemaal niet mee eens tot helemaal wel mee eens. Nou, heb jij al ook. gezegd, je vult nooit extreme nee, in daar. Nou, ik dan wel, voor de zekerheid van de test. En het, het andere is dat het uh, een, een heel zwart-wit gesteld wordt. Van of je bent extravert of je bent introvert. Nou, dat is precies wat je aangeeft. Of je bent dus observerend of intuïtief. Ja. Nou ja, um, kortom. Eigenlijk zegt iedereen: uh, Ja, hmm, we hebben niet beter. Uh, we moeten heel kritisch zijn, uh, noem maar op. Doen zij ook, maar zij zeggen: Ja, we, we gebruiken wel in deze studie. Want wat we gewoon willen weten, is of er een link is tussen dus, uh, de uitkomst van, de, van deze test met de manier van lopen. En als zij zeggen eigenlijk: uh, Frans onderzoek, die hebben gewoon gekeken, die zeggen eigenlijk. Ze ja, zeggen: Wie? Oui. Ja, we, we hebben... Als je puur loopstijl... Je kan al die variabelen die ik net opnoemde... Die kan je gaan meten. Maar als je een stap terug gaat... Heb je eigenlijk twee soorten lopers. Ja. En die kun je onderscheiden aan de hand van hun... Dus dat hele verhaal over loopstijl wat jij ja. net opzet... Reduceren zij tot twee varianten. Ja, want je wil het eigenlijk... Wetenschappelijk He, want je moet het de, versimpelen. Omdat dingen weer aan elkaar gekoppeld zijn. Okay. En dan kun je natuurlijk... Uh... Jij voelt al, ik zit licht sceptisch op de ja, bank. Ja, nee, maar... Ja. Kijk, in Amsterdam, is, uh, past weet ook ik, bij mijn uh, karakter. -tieden. Amsterdam hebben ze dat ook gedaan. Het loopstijlen spectrum is is uh, ik denk twee jaar geleden toen gepubliceerd. Er is ook iemand op gepromoveerd. Ben van Oeveren. Ja best. Ja, nou ja, het maakt het leven weer simpeler. Die, die hebben in ieder geval uh, uh, nog die hebben wat je eigenlijk te maken hebt is je hebt. Nou, simpel gezegd, je hebt plakkers. Ja, die hebben, nu hebben we het ja, die hebben over loopstijlen. Die hebben een lange contacttijd. Die zitten lager bij de grond. Ja. En er wordt vaak gekoppeld aan meer heel landing. Uh, bij ja, neerzet van de, van de voeten. Precies. Van de we hebben een beeld. Ja. En aan de andere kant de stuiterballen. Dit is natuurlijk best wel extreem gedacht. Maar Tuurlijk. In dat hele spectrum moet je ja. een beetje denken. En dan zit dus op die parameters waarschijnlijk precies de andere kant op: voorvoetlanding. Korte, ja, korte contacttijd, grote verticale verplaatsing. Uh, meer voorvoet, midvoetlanding. Oké, okay. schot voor de boeg, als jij nu je eigen loopstijl zou moeten plaatsen op dat spectrum, waar zit jij? Ja, in het midden. Uh, shit. <laughs> Ik denk dat ik. Nee, ik ben een plakker. Ja? ja ik ik, ik heb me namelijk plakker. wel in de stuitenbal. Ja, ik ben echt de stuitenbal. Nee, ja. dat ben ik wel met je eens. Ik ja. heb voorvoetlanding, ja. korte grondcontacttijd ja. en vrij veel uh, hoogte. Dus nu wordt het dadelijk spannend. Want dat hebben ja, wij niet nee, voorgekookt. Maar het Gaan onze karaktertypen ja. uit dat testje nou ja. matchen met dadelijk. Uh, uh, en nogmaals, het, de een is niet beter dan het andere, nee, Want nee. ze kunnen allebei uh, dezelfde uh, loop hebben. Exercise uh, ja. En vooral, dat is het andere wat je ook niet moet vergeten. Als je kijkt naar. Goede marathonlopers, dat zijn vaak... Nou, 75% de zijn denk ik de voorvoetlanders. Als je aan het begin van een marathon kijkt, kijk je naar 30 kilometer. Dan is 75% een heel lander. Van de toppers ook. Echt? Ja, dus die loopstijl verandert onder vermoeidheid. Ah. Dan maakt het ook al... Uh... En, en het andere is waarom. Dus is wel, als je harder loopt, dan ga je automatisch ja, meer op de. Dat heeft Guido vaak uh, uitgelegd. Ja. En daarom is het ook slim om in een hardlooptraining af en toe flink tempos te lopen of sprintjes te doen. Ja. Want als je iemand uitdaagt. Ga zo hard als je kan. Zal die vanzelf. Meer zichzelf dus waterpunt naar voren gooien, meer naar het voorvoet ah, als gaan. je naar de 100 meter sprint, het zijn allemaal ja, voorvoet die uh, leunen landen. niet achterover. Ja. Nou, wat zij gedaan hebben, 80... Tacht, dus eigenlijk zeg je... Zij, ja, nu zijn we weer bij de Fransen. Ja. Ja. Jij zegt, ja, uiteindelijk heb je 16 types. Dat kan wel waarwijzen, maar per as heb je maar twee types, zeg maar. Oh ja, en, en dat, we dus, gaan het reduceren tot welke as? Uh, nou ja, uiteindelijk de, de, die tweede as. Dus van, uh, hoe ga je met Intuitief, nieuwe offeraties realistisch? Om? Ja. Intuïtief, ja. Hier hebben ze het over observerend of sensing intuition. En in dat test die wij de deden hadden ze weer een ander woord ervoor. Vreselijk. Ze hebben gekeken. 80 lopers, 67 mannen die best wel veel lopen in de week, vijf tot acht uur. 5 uh, tot 8 uur. Dat zijn echte hardlopers. Ja. 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 Nou, wat ze dan deden: 50 meter rennen op 12, 15, 18 kilometer per uur uh, op de eigen schoenen op een indoor track. 12, 18, dus 18 ja, dat is echt volle spreker En ja, dan? Kaart. Nou, hebben ze met uh, OptoJump, dat is een, uh, daar gebruik je eigenlijk laserlampjes heel veel, die uh, eigenlijk. Ja, van die Waar je loopt. aan de van de. Oh, oh, ja, ja, precies. ja om dus, te meten. Je hebt ze ook op Paapmedal staan. Dat ja. hebben ze volgens mij in de sportlabse doc uh, aflevering wel eens uh, laten zien. Ja. Dus de manier om, uh, nou ja, zonder al die plakkers, noem maar op. Je kijkt gewoon, je hebt gewoon een patroon van hoe die laserstralen doorbroken worden. En daardoor en dan zie dan kan je iemand loopstaan. Ja, en dan kan ja. je best wel wat dingen zeggen over. Nou in ieder geval die contacttijden en de uh, de, de, de tijd dat jouw voet juist in de lucht is. De vluchttijd. Uh, die, ja. die dus met dat meetinstrument kun je bepalen of iemand een plakker of een stuiterbal is. Ja, precies. Ja. Um, hebben ze dus eens gedaan. En, uh, en toen hebben ze gedacht. Oké, okay, we gaan ze uh, ook die persoonlijkheidstest uh, voorleggen. Ik weet niet per se of het deze is. Het is die Meyer Briggs type indicator. Die zijn doorgegaan op dat idee van, van Jung is een uh, moeder-dochter uh, zijn, uh, is dat uh, Maya Briggs, voor, voor de kenners. Die zullen zeggen, hey, ja. en inmiddels zijn daar best wel weer wat... Ja, de, de, die wij gedaan hebben, is daar volgens mij weer een afgeleide van met die 16, Ik had het gevoel uh, dat we bijna bij een conclusie waren. Ja. Maar, laten, laten, nee, maar het is wel even belangrijk dat mensen zeggen, ja, maar dan testen. heb je net niet de goede gedaan. Nou ja, dat dat, kan, zal, dat kan, zal best. Dat kan. Ja. Ja. We hebben een gratis uh, um, Kijk, wat zij vonden is... Ja, en dan gingen ze eigenlijk kijken van kunnen we uh, onderscheid maken tussen, enerzijds, de loopstel en dat koppelen ergens aan die uh, een van die assen. Ja. En eigenlijk dus ze hebben gewoon. Dus toen ze onderzoek gingen doen, hadden ze nog niet vastgesteld welke assen dit ging kijken. Nee. Ze gingen het kijken op alle assen. En eigenlijk vonden ze. Ja, op alle assen. Maar ze vonden eigenlijk geen verschillen voor die drie assen, drie nee. andere assen. Nee. Maar eentje wel. En dat is de as waar wij zo op ingaan, natuurlijk. Of te kijken, zijn wij daar verschillend in. Dus dat is een stukje intuïtief observerend. Ja. Um, en nou ja zal ik, zal ik maar doorgaan ja dat denk ik wel ik zou niet nou, gewoon ja, maar dat, eens even met een conclusie en dan ik komen ik, kijk nou het is niet kan verschillen je laat straks de data zien dan kun je ook wel zien hmm, het zit wel op het randje van hoe ja, 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 het vertel is... nou eerst even wat die studie zegt en wat dan in de discussie kunnen ze lekker losgaan want dan gaan ze daar gaan ze een beetje filosoferen van hoe hoe zou dat dan verklaard kunnen wat? worden hoe zou wat verklaard kunnen worden nou Gergen? dat bijvoorbeeld uh, waar het <laughs> uitkomt dat die observerende, of de, de, de sensing hardlopers... Met ja, karaktertrekken? Ja, ja. Die hebben, uh, die, dat zijn de plakkers. Meer voorwaartsverplaatsing, verlengde grondcontacttijd, kortere vluchttijd. En die, die stuiteren minder. Die ja. blijven laag bij de grond. Ja. En dan zeggen ze, ja, dat lijkt erop. Dat is voor hun een manier om zo min mogelijk energie te verspillen. No ja. nonsense. Dat zijn down-to-earth mensen. Die gaan af op de feiten en de echte waarnemingen. Oké, okay. en ja. de andere en die type stuiterballen? Op die as, ja. ja, die, Nee, niet de stuitenballen, want dat is een loopstijlarchetype. Wat zit er nou tegenover aan ja. karakterstijltype? De, 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 degene die dus in als loopstijl meer, meer verticale verplaatsing hebben. Ja. ja, zaten die dan ook op die as, op die karakteras? Ja, nou, wat ze gedaan hebben, is ze dus op die karakteras hebben ze gekeken van. Oké, okay, we hebben twee types. Ja. Uh, en de een, en dan gaan we gewoon kijken naar de manier waarop ze ja, lopen. Maar vonden ze de andere kant dus ook, is mijn vraag nu. Ja, dat nou, als, je, als je niet observerend was, dat je dan ook een stuiterbal was? Als, je, als jij intuïtief was, dat was inderdaad, dan veer jij meer, dan, uh, dan gebruik je meer je benen als springveren, meer verticale verplaatsing. En dan zeggen ze, ja, dat snappen we wel, want zij denken gewoon meer abstract. Die gebruiken dan, die, die, die snappen het, dat je je energie in jouw pezen, want dat is een belangrijke factor voor dat terugstuiteren, kan gebruiken om de zwaartekracht te overwinnen. En hiervoor heb je eigenlijk je springveren tot je beschikking. Ja. Nou, dan zeggen ze ook van die laatste groep, die heeft een voorkeur voor korte, snelle races, hardere ondergronden, minimalistische schoenen. Nou ja. Kortom, een hoop, uh, maar ze zeggen ook eerlijk, dit is het eerste onderzoek wat in ieder geval verschillen vindt, dus in loopstijl, uh, gekoppeld aan karaktereigenschappen. En wie weet, ja, hoe komt dit nou uiteindelijk? Dat is natuurlijk de grote vraag. En is zij, het zo? En zij, want, Mijn grote vraag is, nou en? Ja. Wat heb ik hier nou aan? Nou ja, zij, kijk, kijk ze zij hebben wel gecorrigeerd. Ze zeggen, we vinden geen verschil in BMI, we vinden geen verschil in gewicht, nee, we nee, vinden nee, het verschil, wel, een verschil in aantal wel. uren, dus... Het is niet simpel, ja. ze hadden of langere benen. Dus zij denken dat hier wel een anatomisch verschil zit. Dat juist dus de stuiterballen hebben meer, ja, sterkere pezen, langere pezen. Dat is natuurlijk ook het verhaal van die Kenianen. Waarom lopen die zo uh, energiezuinig? Nou, ja, dat zit hem niet in de verschil in VO2 max of in, in spiervezels of noem maar op. De pezen zijn gewoon een, een, een onderschat onderdeel in het energiezuinig lopen. Ja, maar Jurgen, waar ik nog zoekend naar ben... want ja. je hebt dit goed uitgelegd en goed afgeraffeld... ik heb ook de indruk inmiddels... wij hebben gewoon totaal de verkeerde test gemaakt... want ik kan deze as helemaal niet vinden in onze data. Dat is het, uh, de, de derde volgens mij, daar komen we zo op. Um, ja. Nou, ja. ik twijfel of we dat erbij moeten pakken. Maar lang verhaal kort. Oké, okay, ik kan op papier een vragenlijst invullen... Ja. en dan weet ik welke loopstaal ik kan verwachten. Maar we stellen... Wa wanneer is deze kennis nuttig? <laughs> ja, nee, ja... Het, dit is puur kennis om de kennis. Ik denk ja, dat ja, zij, toch? Nee, dat fijn zij fijn uiteindelijk dat zullen zeggen van, natuurlijk argument zal zijn. hé, hey, als jij als trainer, coach te maken hebt met iemand die een uh, met twee verschillende lopers, waarvan je merkt de loopstijl is heel verschillend en je gaat daar toch pushen van, ja, hey, kijk eens naar hem. Kijk eens meer naar die stuiterbal. Uh, dan zeg je tegen die plakken, je moet gaan lopen als een stuiterbal. Want ja, okay, dan maakt je pees beter. In het begin. Dat moet ja. je als trainer dus nooit doen. Ja, ja, maar goed, er zitten genoeg trainers die uh, daar denk ik misschien toch nog het idee van hebben dat ze dat kunnen veranderen. Uh, en, en het geeft een beetje het geel aan van jongens, we, we, misschien zijn we te beperkt gefocust, reductionistisch bezig richting de biomechanici. Van je kan al die hoeken wel meten en noem maar op. Maar je moet eigenlijk ook. Ja, uh, het brein of de geest of het karakter gaan meenemen. Op die manier. We moeten het ja. biopsychosociaal gaan kijken. Nee, dus in dat licht vind ik dit een superleuk onderzoek. Ja. In mijn licht van. Uh, ja, wat doe ik hier nou mee in mijn volgende hardlooptraining? Vind ik het nog enigszins ja. uh, zoeken. Nee, het is meer uh, nice to know. <laughs> ja, en, en, <laughs> Toch? En, en het is ook misschien, en uh, dat vind jij, vind jij ook altijd leuk om toch een beetje die wetenschappers... ook wel even met een, een flinke korrel zout te nemen. Ja. Van wat hebben ze nou weer uitgevogeld? Of waar, hoe krijg je hier subsidie voor? Ja, nou, dat zeker. Wat voor persoon ben jij om dit te gaan onderzoeken? Ja, het is gewoon uh, een, een, een groep in Frankrijk... die uh, gedacht heeft... die hoek willen wij op. En uh, ja, dat, <laughs> en dit, uh, Ik ben ook benieuwd naar de vervolghoek... en of er een vervolg komt... en of andere... Mensen nu gaan denken, ja, we, we gaan ook die met motorisch leren bezig zijn. Van, nou, misschien moeten we dit, dit aspect... Het is al hartstikke ingewikkeld. We snappen uh, nog steeds niet waarom de ene toch totaal ander lijkt te bewegen dan de ander. Ja. En dat is misschien ook wel mooi, hè? Iedereen ja. met uh, dat ja. we niet allemaal robots zijn. Maar, uh, nou, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar wat... ja, ik. Ik vond het leuk om een testje te doen. Nee, ik te vond het ook leuk om een testje te kijken, doen. Om, om, maar ik zit hier ondertussen ja. mee te kijken of ik nou die as eruit kan lichten waarop wij onze loopstijl okay, zouden nou, voorspellen. Ja. En ik twijfel of dat met de test die wij gedaan hebben ja, wel kan. Ja, dan volgens mij, kijk, eerst het overkoepelen, nou, daar kunnen we overeenstaan. Ja, dat zijn mooie jij, teksten. Jij was blij. Ja, dan komt dus dat ENTP ben jij type. Ja. En dat is eigenlijk de uitkomst van die vier assen. Ja, dus extrovert. En dan? Um, nee, en... De, uh, tegenover intuïtief was die. Uh, P.A. was eigenlijk de Anyway, uh, ja. van de 16 personalities word ik geclassificeerd als debater. Ja. Met als omschrijvende tekst: debaters zijn nieuwsgierige en flexibele denkers. die een intellectuele uitdaging niet kunnen weerstaan. En dan staat er in de eerste regel: gevat, gedurfd en niet bang om tegen de status quo in te gaan. dacht ik, na dat is fijn. Tegelijkertijd dacht ik, dit leest een beetje als een horoscoop. Het ja. is altijd fijn om ja. te lezen en het klopt. Ja. Jij daarentegen bent een architect, ja. oftewel een Int J-T. En daar staat dan bij: architecten zijn verbeeldingsrijke en strategische denkers die overal een plan voor hebben. Het kan eenzaam zijn aan de top, als een Zeker. van de zeldzame persoonlijkheidstypes en een van de meest capabele, weten architecten dit maar al te goed. Rationeel en gevat zijn architecten trots op hun vermogen om voor zichzelf te denken. Om nog maar te zwijgen van hun talent. Om door nepheid en hypocrisie heen te prikken. Ja, daarom. Dit is eigenlijk misschien. Wilde ik gewoon graag dat Dit je, wilde je. Dat mij, ik dit voorleg. Mij, mij beter leren kennen. Hè, dat je ook ja. denkt. Ah, waarom doet die Jurgen, waarom nou ja. is die jurgen zoals hij is? Ja, ja nou, als, je snap twee, mij beter. als je deze twee ja. persoonlijkheidstypen die hier naast elkaar zit. Dan begrijp ik wel waarom wij de Slimme Presteren podcast nou ja, maken. Dat vul ik er ook wel aan. Maar je ja. moet kijken naar. We hebben dus twee letters hetzelfde. De N en de T. En alleen de eerste en de laatste die verschilt. Nou, dan la la laten we even snel erheen gaan. En dat is de introvert. Extrovert. Ja. Ik ben wat introverter. Maar ja, nogmaals, het is niet zwart-wit. Nee, want jij scoort daar een 63%. Ja. Procent. Uh, richting uh, introvert en ik, ja, ik scoor 72% ja. richting extravert. Dus, dus dat dus, is ja. eigenlijk ja. het. En, en nou ja, zoals dus, ik het dan dat simpel... Dat is ook uh, mijn meest uitgesproken verschil. Ja, zo hoe de rest ga jij om met nieuwe prikkels? Nou, die, ja. die volgende is dus de as waar zij naar gekeken hebben. En dat is eigenlijk van hoe ga je met nieuwe informatie om? Of hoe, ja, en ja. Zo. En dan in ons testje is dat de as tussen intuïtief ja. en realistisch. Ik scoor daar. 52 48 kortom straight ja. in de middel. Heb je dus helemaal niks aan? Ja. En jij zit dan op 59 intuïtief. Dus ja. Nee, klopt. Maar ik misschien punt is om dus een eind aan te Ik maken. denk dat de test die zij gedaan hebben is zwart-witter. Ja, dan is het, de, krijg je die percentages niet en dan is het gewoon want uiteindelijk geeft hij dat ook ja, je blijft ik blijf jij blijft een ENT... P-type. Ja. En ik blijf een, uh, een i n -T -t type Ja, het zegt mij allemaal niet zo heel veel, ja. moet ik zeggen. Dus die nuance wordt al snel weggehaald bij die type-indeling. Ja, dat doen die, die mensen ook, die nuance dat je maar, maar voor 63% ja. of 52% ja. bent. Kortom, ja. zullen we gewoon doorpakken naar het onderzoek van Bas over nou, ja, energie? Ja, of wil je er moet, nog één de, ding over Ja, hebt? nou ja, als je dan kijkt van ja, en, en, want dat vind jij ook wel interessant in het kader van uh, groepsgrootte en hoe groot zijn die verschillen dan daadwerkelijk? Ja. Kijk, en dan gaat het. Jij, natuurlijk... jij refereert nu aan een opmerking van mij achter de schermen. Dat toen ik dit onderzoek ook even las. Dat die, ik meteen riep... Diederik ik vind dit een Stapel. hoog Diederik Stapel gehalte. Ja, ja, ja. En wie, mensen die denken... God, Diederik Stapel, wie was dat ook alweer? Uh, befaamde Nederlandse hoogleraar... die een aantal jaar geleden... inmiddels al ruim tien jaar geleden geloof ik... Uh, van zijn voetstuk werd gestoten. Omdat veel van zijn onderzoek niet reproduceerbaar was. En sommige van zijn onderzoeksresultaten... zelfs uh, verzonnen. Ja. Ik vind met name dat eerste interessant. Want daar heb ik onlangs ook een hele podcast over gehoord... bij onze Zuid-Afrikaanse mm -hmm. bewegingsprofessor... Dat er toch zeker in de sportwetenschap een groot probleem is. Uiteraard doordat er zoveel variabelen zijn. Ja. en situaties zo moeilijk vergelijkbaar. om resultaten die als wetenschappelijk geclaimd worden. te reproduceren. Oftewel, ja, nog ja. een keer. Ja. Ja. Uh, en, ja, en toch voor de mensen die niet zo diep in de wetenschap zitten. dat is een van de fundamentele wetenschappelijke principes. dat als jij een claim maakt. als jij zegt iets is zo. Dat dan iemand anders die jouw onderzoek gaat nadoen. Ja. op dezelfde uitkomsten komt. Ja, en dan gaan we natuurlijk wetenschappers vaak zeggen: ja, maar goed. En dat is vaak ook het argument van: ja, bij mij werkt het wel of zo. Ze hebben de verkeerde onderzoeksgroep genomen. Vaak, nou. Mannen, jonge mannen, gezonde mannen. Nou, uh, ander is nooit topsporters. Uh, derde is natuurlijk hele kleine groepen, vaak tien personen. Ja. Nou, dan lukt het vaak wel om. Nou, en dan is het natuurlijk heftig als je, je maar tien proefpersonen hebt en één van de twee zou je normaal ja. zeggen één is een outlier. En nu zeg je voor je het weet tien ja, nee, procent vinden we dit. Dus dat kan natuurlijk dus nooit. Het pleidooi wat hij daar ook maakt van ja, uh, één studie is geen studie, twee studies geen studie. Je moet uiteindelijk richting die meta-analyses. Ja, daar kom je hier in de podcast ook. Ja. vaak mee, hè? veel studies op een hoop. En wat is dan de gemene deler? Nou, maar en, en dan kom je er vaak achter van, ja, omdat die vaak in de verschillende context zijn uh, geplaatst. Net even andere metingen, uh, net even, nou pak een beetje andere snelheden op de loopband. Of uh, ja, dat het alle kanten opschiet. En dat je dan met zo'n meta-analyse, nou, vaak nou, misschien een procentje of een heel klein verschil wel of niet ziet. Maar ook heel vaak ze zeggen, ja. Uh, 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 ze hebben het vaak over low grade of, of medium grade. De, de, de mate van bewijs, ook te maken met uh, vooronderstelling, bias. Ja, en dan komt uh, sportwetenschap en met name nou misschien de, de, de psychologische kant ervan, ja, die, die komt er echt bekaaid vanaf. Het is een beetje <laughs> ja, uh, soms het afvoerputje, misschien van, van de wetenschap. Ja, ja. Ik, ik heb mensen wel eens. Die menen serieuzere wetenschappen te doen, eh, horen zeggen: van ja, nee, ja, dat die sportwetenschap toch wel inderdaad een, een tak van, van sport is in deze. Ja, waar inderdaad nogal, um, nou, waar niet met een hoge dunk naar gekeken nee, wordt. Maar, maar goed, dat is ook dan weer een glas ja. half leeg benadering. Ja. Wij proberen in deze podcast toch al 183 afleveringen lang. Dan op zijn minst te zoeken naar wat is er dan wel gevonden is. Ja, en waar, ja. en met, met alle nuance en betekenis ja, daarbij. Ja. Nou ja, maar en, en, snap... dit is ook een mooi voorbeeld. Je hebt die twee groepen hier. Uh, je ja, wijst naar de grafieken op het ja, scherm voor de uh, Rood op YouTube. en blauw. En dan denk je van de manier waarop ik het presenteer. en zoals zij het presenteren. A, ah, dus iedereen die uh, meer uh, rationeel uh, de, de, ja, loopt. of uh, ja. uh, uit, uit het type is. Dat, uh... heel eerlijk, Jurgen, ik hoop dat mensen op YouTube meekijken, maar ik kan deze nee. grafieken niet eens lezen. Nee, maar, maar, maar kijk eens. Ik, nou, de... ik zie drie vierkanten. Dus je hebt twee groepen en dan heb je dus, nou ja, e ene kant. Op doorstalen als running speed. Ja. Dus ik heb als Bij ik verder schilden. naar rechts ga, ga ik harder lopen. Ja. En dan op de verticale as, wat zie ik dan? Tf milliseconden. Die... Ja, dus je hebt de grondcontacttijd, dat is het eerste plaatje. De tweede is de vluchttijd, dus ah. de tijd dat jouw voet ja. niet aan de grond is. En de derde is de duty factor, dat is een eigenlijk percentage. Dus kijk hoeveel tijd van de pas is jouw voet op de grond ten opzichte van de totale pas? Dus Oké, okay. normaal. Dus het... dit, zijn, dit zijn metingen aan loopstijl. Ja. Als ik, ik zie in de drie grafieken drie wolkjes data. Iedere keer verder naar rechts is een hogere snelheid. Mm -hmm. Dat zei je al, ze lieten ze op er lopen. Ja. En dan zie ik ook nog blauw en rood. Ja. En ook nog een hele wolk aan en punten. En dat zijn dus: die, de, 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 de blauwe is die, dat zijn de groep, de intuïtieve. Ja. Uh, mensen, okay, helder zeker ja, En de rode. rode zijn de observerende mensen. Aha. En, en dan gaan we dus nu al zien... dat als ik gewoon naar de puntenwolk kijk... Ja. it's all over the place. Ja. Maar als je daar dan weer een gemiddelde van maakt... is er een significant verschil. Er staat verschil een sterretje boven, dus een significant verschil. Ja. Maar uh, dit laat duidelijk zien dat er een enorme overlap is. Ja. Dus denk nou niet van... Ah, dat je bij een bepaalde cut-off-waarde hebben van... Nou, bij een bepaalde uh, grondcontacttijd... Als je daaronder zit... Nou, dan is duidelijk dus dat jij uh, intuïtief bent. Nee. nee dus dat Kortom, geeft maar weer aan van dat je altijd even door moet kijken, even ook naar die grafieken kijken en even kritisch moet kijken naar wat, ja, wat, hoe, hoe hard is het bewijs hier? Ja, en nou, dit is en gelukkig is jouw taak in onze community. En dat is behoorlijk mager. Ja. Los daarvan, en de mensen reageerden ook al volgens mij in de appgroep van ja, hé, hey, ze laten mensen maar uh, een paar minuten lopen. Ja, ja dat is toch heel, en zoals ik al aangeef, ja, laten de vermoeidheid veranderen. Uh, ja. ja, maar, uh, dus we begonnen met de belofte, we gaan het hebben over uh, de relatie tussen je loopstijl en je karakter. Ja. En we eindigen met een lesje wetenschapsfilosofie. Ja. Dat dit nou typisch onderzoek is. Waar je los dat je vraagtekens kan zetten bij het nut. Ja. Als je even echt de paper induikt. Even naar de data en de proefpersonen kijkt. Eigenlijk moet concluderen. Het is dan gemiddeld misschien ja. wel significant. Maar het slaat eigenlijk nergens op. Ik denk ook dat de vraag best wel kan zijn. Hoe krijgen ze dit gepubliceerd? Waarom is hij, Want normaal, je stuurt het in. En er is een, het gaat naar reviewers toe. Ja. Iemand eerder had dan moeten zeggen. Jongens, ja. leuk. Maar dit slaat nergens. En het op. begint er vaak. Waarom heb je voor 80 personen gekozen? Uh, lukt het niet met 40 bijvoorbeeld? Want dan zouden ze misschien geen significantie vinden. Dus, uh, kijk, normaal... oh, ik zou altijd zeggen, hoe meer proefpersonen hoe je? Ja, beter, toch? nee, ja, maar uh, de, volgens mij, nou ja, goed, uh, nou, statistisch okay. gezien, moet je van tevoren bedenken wat voor effect verwacht je? En, de, en, en dan daarvan doe je een poweranalyse. En dan kun je bepalen hoe zoveel proefpersonen heb ik nodig? En uh, in, in, inderdaad, en uiteindelijk zeggen ze inderdaad met meta-analyses, dan kun je het aantal proefpersonen uh, uitbreiden op die manier. En omdat die eigenlijk, als jij goed erachter komt, dat je wel naar dezelfde meting hebt gekeken, maar misschien in verschillende, nou, in verschillende groepen of noem maar op, kun je proberen om een algeheel beeld te schetsen. Dat met analyse. Ja. Ja. Dat heeft Bas van Horen gedaan. Nou, daar gaan we het zo ja. over hebben. Maar ik doe natuurlijk even ergens moet ik een break voor onze luisteraars. Ik realiseer me ook, lieve luisteraar, als je nog mee bent. Onze bedoeling is niet om je uh, alle vertrouwen in de wetenschap te doen verliezen. Uh, als uh, persoonlijkheidstype nee. beter en architect uh -huh. proberen we jou mee te nemen om kritische denker te worden. En goed te blijven nadenken over de smeuïge klikbeetkoppen die je links en rechts ziet langskomen. Dat is volgens mij de bedoeling. Leuk bruggetje. Even voor het segment met onze luisteraars. Wie krijgt er deze week de nieuwe snelle sokken? Ik was natuurlijk dus onlangs ook proefpersoon in een wetenschappelijke studie. Bij voormalig gast van de show, Puk Alkma, ja. die nu werkt bij de koortemperatuursensor, ja. heb ik de hele winter uh, met drie lagen kleding en een muts mezelf uit elkaar zitten trekken in, uh, in de schuur op de binnenfiets ja. om te kijken of ik Puck kon helpen om een goede hitteadaptatiescore te berekenen. Nou, ik zou maar zeggen, ik hoop dat het Puk veel proefpersonen heeft. Ja, ja. Bij mij ging het Geen niet dat... helemaal lekker. Zag je dus ook alweer de kwetsbaarheid van wetenschappelijk ja. onderzoek. Hè? De eerste klopte mijn weegschaal al niet. Vervolgens klopte mijn hartslagmeting niet. Vervol nou, er gaat, er gaat van ja, alles maar vooral, aan de hand. Kijk, het knappe of het goede is, doet het op afstand. Je ja. hoeft niet naar een lab te komen. Nee. Om. Je kan het thuis uitvoeren. Maar ja, dat geeft wel extra uh, vrijheidsgraden. Of allerlei, ja, en ik uh, heb dat allemaal netjes gerapporteerd ja. ook aan Puk En, en, en waar ik tegen aangelopen ben. En ik krijg daar ook goede reacties. Ik zie dat ze dat lezen verwerken ja. weet ik veel, maar ik vond het ook frustrerend voor haar lijkt me dat je denkt kak en zo zo'n is ook moeilijk om proefpersonen te vinden toch? Ja. Ik heb onlangs ook met de Maastrichtse studie ging het over ketonen was, ketone het was het. ja ketonen ja. studie dacht ik ja ik wil best helpen, maar dan blijkt dat je drie keer op en neer moet rijden naar Maastricht om daar twee uur op. Ik denk ja hallo ik heb ook gewoon werk, mm -hmm. um, maar goed anyway dat is een mooi bruggetje naar de snelle sokkeninzending van deze week die komt van Robin Boskam. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miep, miep, miep! Hoi hoi, ik heb al meerdere cardio tips opgevolgd door luisteren van jullie podcast. Maar de aflevering die heeft geleid tot de leukste aanpassing voor mij, is dan toch de aflevering over extra warme kleding. Het liefst trainde ik altijd in korte mouwen en een kort broekje, ook in de winter. Maar sindsdien doe ik in maart toch een extra laagje aan. Ook al is het dan iets te warm voor me. Door deze kleine aanpassing hoop ik hiermee geen last te hebben van een warme dag in april. Bedankt voor de tips en succes met de podcast. Jojo. Ja, we zitten inmiddels in half mei. Uh, ja. Robine heeft deze inzending al een tijd terug ingezonden. Maar dat is natuurlijk wel slim hè, als je in de winter traint zeker voor zo'n Rotterdam Marathon waar het klassiek opeens warm aanvoelt, ja. ga maar gewoon lekker met veel warme kleding. Dan gaat dat lijf alvast wennen aan zweten en uh, alle voordelen, voordelen van hitteadaptatie. Dankjewel Robin, de snelle sokken komen jouw kant op en zit je nu te luisteren. Dan heb je ook één ding waardoor jij sneller gaat met de slimmer Presteren podcast? Stuur je voicebericht van maximaal 30 seconden naar ons via WhatsApp of via vriend van de show. En uh, op show.nl kun je natuurlijk ook uh, jouw uh, donatie van koffie aan ons kwijt. En Jurgen, er is weer een bak mensen die dat gedaan heeft. Ja, leuk. Ik ga eens een shout-out geven. Um, Art Molenaar doneerde in één keer een hele kop koffie, kop koffie of een pot koffie voor het hele jaar. Bouke Kooiman deed het ook. Niels en Bart zonder achternaam, maar dank voor uh, niet te, desalniettemin. Bianco Witjes. We zagen hem natuurlijk ja. nog in Rotterdam. We hoorden hem in onze nabeschouwing. Heeft ook weer verlengd voor een heel jaar. En dat is toch even voor ons interessant. Hè? Want als je in één keer doneert voor het hele jaar. betalen we maar één keer transactiekosten. Thomas deed het. Marcello deed het. En Marcello, dat weet ik toevallig. Ik heb geen achternaam. Maar Marcello kwam ik tegen bij onze meetup. in Rotterdam op de Blaak. Okay, ja. En uh, die, die gaf ons een hand. En die ja. zei. Ja, ik heb zoveel aan jullie podcast. Nu ik hier ook ben. Ik moet toch maar even vriend van de show worden. Ze dus heeft het gedaan. En natuurlijk ook Rens Huisman staat hier bovenaan de lijst. En dat is de man die uh, de apenkoppen afsloeg, hè? Oh, okay. weet je nog? Uit de van. Daar had hij spijt van. Ja. En hij heeft zijn guild afgekocht door uh, een, een, een vriend van de show te worden. Jurgen, nog één studie te gaan. Bas van Horen. Ja. Die daar... heeft eens gedacht, jongens, er zijn allemaal losse studies. En de ene kijkt naar die hoek en de andere kijkt naar die hoek. Kunnen we al iets algemener zeggen? En die heeft een recente meta-analyse gedaan. Dus van alle ja, biomechanische parameters. En dan bedoel jij dus die hoeken, wat je in het begin zei: ja. enkelhoek, heuphoek, kniehoek, armhoek, weet ik veel. Ja. Is hij gaan kijken, is nou een van die hoeken ja. of een van die parameters meer voorspellend voor energiezuinigheid? Ja, precies. En dan dus. Afhankelijk van studies hoe ze het gedaan hebben, ze hebben uh, goed getrainde lopers, minder goed getrainde lopers, mensen luisteren, trainingsprogramma laten dienen en, en uh, volgen. En dat dat zolang er maar een koppeling is tussen een biomechanische of kinematische parameter, wordt dan vaak gezegd en uh, loop economie. Mm -hmm. Nou, en dat is uiteindelijk 51 studies en best wel wat proefpersonen horen daar dan bij in totaal. Um, ik meen rond de duizend is het of zo, maar dat nou, kan ik wel even zien. Een studies, meer dan duizend proefpersonen. En eigenlijk, ja, het, ik vind het knap dat Bas, die heeft echt al die studies, heeft hij dan netjes in een tabel gezet wat ze gedaan hebben, wat ze gemeten hebben, hoeveel proefpersonen, hoe oud ze waren, noem alles maar op. Ja, om dat op een goede manier bij elkaar ja, te kunnen vegen. Ja, en gedacht, kunnen we daar dan uh, een, 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 ja, een algemene stelregel of uitspraak over doen? En uh, ja... En, uh, kan hij dat? Nou, ja, oh, uiteindelijk Cliff wel. Hammond? Ja, hij kan dat. Ja, maar, kijk, ik, eerst, eerst maar het zuur, <laughs> want wat hij gewoon, kijk, je vindt bijvoorbeeld geen relatie, die is er dus niet, nogmaals, bevestigend wat we eerder misschien al dachten en zeiden, tussen die loop-economie en grondcontacttijd, de vluchttijd, de paslengte en die, die duty factor. Allemaal niet. Nee, allemaal niet ga ik toch nog even uh, in herhaling... alle kriticaatstes op onze aflevering 156... waarin uh, we het met Loek Vossen hadden... en in de titel het woord ideale pasfrequentie ja. noemden. Ja. Daar was dit de conclusie ook. hè? Er is geen ideale pasfrequentie. Nee. En dat bevestigt Bas van Horen dus ook weer. Wat wel studies, en dat is goed dat je het noemt, laten zien... is dus als je mensen een iets hogere pasfrequentie... maar dan praat je over ja, 5%, volgens mij, dat noemde Loek ook... In het kader van mensen zoeken hun optimale uh, loopstijl ja. en pasfrequentie. Ja. Dat dus zitten we nog steeds net even uh, iets af van wat het echt meest economische uh, pasfrequentie is. Als je het zou meten is. met ja. een ademgasanalyse. Ja. 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 Dus maar, de algemene tip: hou je pasfrequentie hoog. Ja. Die precies. mag de hart laten In blijven trainen, inderdaad, net even hoger dan je gewend bent. Want nou ja, goed, op de een of andere manier heeft het lichaam. Weet ik of het is een beetje lui of heeft daar niet zoveel zin. In. Of het wordt weinig uitgedaagd om, om dat, dat te op te zoeken. Helder. Dus dat geeft een, uh, een iets lager zuurstofverbruik. Dus dus een, een small effect. Nou, wat iets meer effect wel uh, lijkt te geven. is minder verticale verplaatsing. en een grotere uh, verticale, dus romp eigenlijk en beenstijfheid. Nou. Dit zijn twee verschillende dingen. Ja. Dus verticale verplaatsing, dat is dat terug naar het begin van de aflevering, stuiterbal ja. effect. Ja. Dus iemand die eigenlijk wat, wat minder hoogte neemt. Ja, dat voelt ook wel een beetje intuïtief. Maar die stopt dus energie meer in energie verliezen. in de, ja. de voorwaarts. Maar nogmaals, wat ik al eerder aangaf. Er zijn genoeg stuiterballen die ook heel, heel economisch. hard gaan. Dus ja. dat heeft ook weer te maken. Oh ja, niet hard gaan, maar economisch ja. gaan. Ja. Dan moet je eigenlijk weten. Hoe is je verhouding spier bijvoorbeeld? Ja. En waar haal jij je energie okay. teruggave uit? Maar Bas ziet dus dat, dat wat minder hoogte lijkt uh, ja. energiezuinig te zijn. precies En hij ziet dus ook, zeg jij, stijfheid ja en in, in van het been bij het neerkomen met name oké okay. en uh, dus dat je niet doorzakt is in lijn met onze aflevering over rekken en strekken waarin wij ook al zeiden joh hardlopers hebben helemaal niet zo nee. veel baat bij lenigheid precies. en flexibele ja. spieren ja en verticaal dan dat zoek ik de meer dat mensen niet uh, naar vo naar voren gaan buigen dus dat die oké okay. in de heuphoek ja precies um, nou, dan komt er, ja, al die hoeken, enkel knie-heuphoek en uh, de, de range daarvan, dus het bereik, lijkt weinig uit te maken. Nou, en dan het andere, wat, wat daarbij. Dus de, de aanwijzing knieën ja. even inzetten uh, kan als ja. variatie in de training, maar het leidt niet tot meer energie zijn. En dan heeft hij ook nog een, uh, een, een opmerking naar de kunnen we zo nog eens even een, een opmerking over dat uh, verschillen in biomechanica, dus in in loopstijl. Als je kijkt naar één parameter en vaak, nou in de begintijd werd er maar eentje misschien, bijvoorbeeld grondcontacttijd gerapporteerd of zo, en er werd gezegd, nou, dat, ja, is dat bepalend voor uh, loop economie? En dan zeggen ze, ja, die kunnen vaak slechts 4 tot 12 procent van de variatie in loop economie verklaren. Kortom, we zijn eigenlijk veel te. Als je maar één parameter gaat kijken, biomechanische parameter, ja, dan ben je heel reductionistisch bezig. En dan ga je verschillende lopers met verschillende loop economie denk je, ja, nou ja, die hebben allemaal net een een bepaald bereik in loop economie. Dan kijk je naar en hoe zit het met jullie uh, enkelhoek. Ja, dan blijkt dat je maar richting de 10% van die verschillen in één enkele hoek mogelijk een verklaring kan zijn. Dus ja. kortom, 90% kan je niet verklaren aan de hand van zo'n parameter. En hoe moet ik dan even duiden als wij uh, ooit een marathon voor mij zitten na te beschouwen met Guido? Ja. Die gaat dan naar de stride data kijken en die zegt dan: kijk, hier in die laatste 10 kilometer, dan kak jij uh, behoorlijk in. En dan zie je ook de grondcontacttijd enorm toenemen. Ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ik denk, wat Bas. Waardoor, verbreid, waardoor ik ja, om mijn vijf vingers pinky heb bedacht. Wat, wat Guido Kort ook contact. zegt, ja, maar dat ziet hij ook weer terug, waarschijnlijk, in jouw uh, paslengte. Zeker, alles. En klapt ziet in En dan zit hij elkaar. terug in jouw uh, stijfheid van je been. Ja. Want dat neemt die uh, de stijfheid ja, ja, volgens ook mij mee. ook mee. Ja. Dus Bas zegt, op het moment dat jij meerdere dingen gaat meten. Dus dit geldt voor één parameter. Ja, als jij meerdere okay. parameters. dan krijg je een optelsom. Want ik wil niet zeggen, dus biomechanisch kan je maar 10% verklaren. Dat niet. Maar je moet wel meerdere dingen, die vaak aan elkaar gekoppeld zijn. Hoeken of, of stijfheid Helder. van been. allemaal bij elkaar uh, meenemen. Ja. Um, nu is de vraag van, ja, misschien zijn wij uh, mensen uh, nog te beperkt, ook in de methode. Kijken we gewoon te, uh, ja, zegt zo'n hoek niet te veel, moet je eigenlijk de hele loopbeweging meenemen. En dan gaat het uit om, nou, uh, coaches kunnen dat dus niet goed. Want nee, dat, uh, referee en de studio, ja. die, die studie die eerder noemde. En hij heeft Bas bedacht van, ah, maar misschien kunnen we wel uh, ja, iets met AI doen, een, een lerend netwerk. En dan uh, is een studie heeft hij gedaan. Nou, interessant, maar heeft ook wel te denken uiteindelijk. Is misschien ook een, nou ja, een pilotstudie wat dat betreft. Wat hij gedaan heeft, hij heeft uh, 41 lopers heeft hij op 10 km per uur laten lopen. En heeft... Is relatief langzaam. Ja. Wel van verschillend niveau. Ja. En hij heeft plakkers, 26 markers op de benen neergeplaatst en heeft in 3D gekeken. Opmerking is vaak dat mensen te veel 2D kijken, nou daar hebben we het gehad over de aflevering volgens mij van waar ging het over? Oh ja, de positie op de fietsen. Ja, de bike fit nou, aflevering. Dus ook, ja, de, de hardloopmensen kijken heel graag 3D, denken ja, maar daar kun je meer informatie uithalen. En hij heeft uiteindelijk van die uh, uh, mensen 65 stappen. Nou ja, dus en dat is heel veel data al mm. meegenomen mm. in de machine gestopt. Dat ook uh, ademgassen meegenomen voor die loop economie. Um, en uiteindelijk gekeken, oké, okay, is het. Uh, nou, er waren eigenlijk had we echt beginners tot uh, goed getrainde. Dus mensen varieerden in hun volume of in de tijd waarin ze liepen van uh, tot heel weinig tot uh, echt goed getraind. Um, en hij keek uiteindelijk van, lukt het nou, dus dat was de input voor het, uh, voor het, uh, ja, voor het lerende netwerk. Lukt het nou uiteindelijk om, en, en daarna stop je de informatie weer erin van een, van een nieuw iemand. En dan ga je kijken, oké, okay, lukt het jouw uh, lerende netwerk om te zeggen, ah, deze heeft uh, een betere loop-economie. En ten tweede, ik kan hier uithalen van of jij een, uh, ja, een goed getrainde loper bent. Of dat je in ieder geval uh, meer uren hebt gemaakt dan een ander. Ja, en uiteindelijk, ja. Dus dat je ging lijkt... een proefje doen of AI kon herkennen ja. wie is hier de beste loper. Dus je voeten. Ja, met, ja, ja, ja. Uh, en Hen, dan. Wie kwam uh, eruit? Nou, <laughs> het leren netwerk was staat om voor 62 procent. De lopers goed in te delen, in uh, als zijnde van even kijken aan 02, de hand van de loop-economie. Lukt er net ja, ja. Jeruken, en, als en, je muntjes zou wat is dan cent, de kans? Ja, ja en 71% om te zeggen: <laughs> hey, Ik kan euh, hieruit halen dat jij, euh, euh, nou ja, veel uren hebt gemaakt. Kortom. Uh, nee. teleurstellend. Ja, ja nog ja. steeds. Ja. Dus je wil maar weer zeggen, we hadden al vastgesteld dat trainers niet kunnen zien aan lopers of ze efficiënt of slim of goed ja. lopen. En nu zeggen we dus eigenlijk ja. zelfs op dit moment anno 2024 of 23 zal het zijn geweest, ja. kan de, een AI-model dat ook nog en niet het, herkennen. Ja, nou, en en, en bij, dit, bij dit zeg je ja, maar dit neemt echt de hele loopbeweging mee. Ja. In 3D. Ja. Kijk, meer kan je nog bijna niet meten. Je er niks aan voorspellen. Dus het wil alleen maar zeggen, ja, je moet volgens mij gewoon onder die motorkap wil je echt iets. Je moet ja, of naar spiervezels gaan kijken of je moet echt. Ja, je wil eigenlijk precies weten wat, wat, wat doet dat. Dat ene zuurstofmolecuul wat jij aan het verbranden bent, uh, wat doet die uiteindelijk en de energie die geleverd wordt, wat doet die eigenlijk op spierniveau? Waardoor de ene toch uh, sneller gaat dan de andere. Ja, dat, uh, dat daar je Het is te moeilijk. Wetenschapper Jurgen. Gewikkeld. Ja. Word eens even hardlooptrainer. Ik ga met jou nu trainen. Uh -huh. Ik heb deze hele aflevering vol aandacht geluisterd. Ja. Ga ik nou morgen anders doen? Ja, jij hoeft niks anders te doen. Tenzij jij zegt: kijk bij mij ga jij, hoor je bij mij als ik training geef, ja. dan hoor je altijd hetzelfde verhaal. Er is geen optimale loopstijl, zeg maar. Nee. Iedereen, uh, 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 maar je moet het lichaam blijven uitdagen. Ja. Dus bij mij mag je best wel eens gek sprongen doen, achteruit lopen, um, silly walk van um, silly walks doen, noem maar op. Zolang jij maar uh, in ieder geval uh, van het um, even ja, patje afgaat, zeg maar. Ja. En, uh, en, en, en zorgt voor. Ja, nieuwe prikkels voor het lichaam. Eh, waardoor het lichaam is. En anderzijds zich aanpassen. gaan wij elke trainer en hardloper die met een vaste overtuiging beweert dat je zus of zo moet lopen. Ja. Of geen pepermoletjes mag draaien met je armen of je knieën hoger moet heffen. Ja. Of je voorvoetlanding beter is dan je achtervoetlanding. Die gaan wij naar het Rijk der Fabelen verwijzen ja dat uh, zo Toch? kan je denk ik wel uh, ja, ja met, met als argument Zeker. nou uh, wetenschappelijk is al lang aangetoond ook weer recent door Bas van Horen met alle studies op een grote hoop individuele uh, loopstijl is geen voorspellen voor economie en iedereen loopt ja. anders ja ja zo? Ja. En de, ja, wat is de beste manier om je loopstijl of nee, om efficiënt te lopen? Ja, trainen. Prikkelen en ja. variëren. Ja. Helder. Hey, um, daarmee gaan we maar eens even uh, vooruitkijken naar het seizoen. Het, is, uh, het wordt langzaam warmer. Het buitenwater uh, warmt ook wat op. Kortom, het triathlonseizoen komt eraan, Jurgen. Ja, leuk. We gaan triathlonnen. Uh, ja. Ja. Over een uh, poosje, 12 juni, heb ik uh, mijn eerste. De Flits Triathlon in Nijkerk op uh, woensdagavond, 1e achtste. Altijd een lekkere seizoensopener. Een uh, kleine twee weken later, anderhalf week later, gaan we natuurlijk met elkaar naar horen. Met twee luisteraars die, uh, die met ons mee mogen. Daar komt natuurlijk een mooi verslag van. De Olympische afstand. Wanneer gaan we selecteren, zeg maar? Wanneer, uh... Dat hebben we al gedaan als deze aflevering oh, uitkomt. Okay. Ah, goed. Ik ben heel benieuwd dan wie, wie eruit komt. Dus dat weten mm, en mm, weten lang ah, okay. dat ze met ons meemogen. Okay. Uh, ik ga nog naar Holten, uh, de berg op, uh, 29 juni. Ja, en ik uh, wil ook even tussenplaatsen. Ik ga me opgeven, in ieder geval, of heb me opgeven voor de Rivierenland triathlon. Oh, dat ja. is een nieuwe triathlon in ja. Tiel, hè? Ja, begreep ik. en waarom die juist zo leuk is, omdat die echt low-key is... Juist voor mensen die misschien nog nooit een triathlon hebben gedaan, zo zetten ze hem ook Veel uh, ze bieden veel clinics aan al. Om gewoon eens in dat open water tof, daar te zwemmen. Of uh, in een groep te fietsen. Ja. En het andere is, zij hebben een try for fun, volgens mij, categorie 1-8. Ja, um, daar kun je van alles van vinden. Daar wordt de tijd in ieder geval niet bij gehouden. Ja. Ze zeggen dat is eigenlijk voor familieleden, vrienden. Ja. Je kan op een e-bike zelfs het fietsgedeelte afleggen. Uh, en het andere is, als jij uh, niet wil hardlopen, ga je gewoon lekker wandelen. Het stukje. Wat mooi. Nou, mooi. Uh, Om maar de... meer mensen in beweging van de bank af te krijgen. Ja. Nou, dat doet me denken aan uh, want ik was al over de zomer aan het springen. 31 augustus gaan we natuurlijk de cross triathlon in Renkum doen. Prachtig. Mm -hmm. ja. En even luisteraars, waarom we dit allemaal noemen. Hier zijn dus Jurgen of ik of wij allebei. En als je geabonneerd bent op de mailinglijst lees je daar ook dat als jij daar ook bent, dan kun je een gratis slimme pasteren-shirt krijgen. Hè? Dus dan moet je even zorgen dat je op die mailinglijst Um, 1 september is traditioneel uh, of niet traditioneel, maar is dit jaar ook keistad in Amersfoort, dragen wij een warm hart toe maar ik zal er helaas niet zijn, jij misschien wel nee, want dezelfde het nee, als Renkum, weekend dus ben je ook ja, niet nee. um, ik ga op 1 september naar Zutphen als speaker bij de Triathlon Zutphen. En die hebben eigenlijk hetzelfde karakter. Die Knap, zeggen ook, wij leuk. willen een laagdrempelige. Ja. We hebben heel veel beginners. We willen dat mensen voor het eerst in aanraking komen met triathlonsport. Dus uh, mocht je in die omgeving wonen en nog een leuke triathlon uh, zoeken. Om jezelf uh, te motiveren deze zomer in beweging te komen. Kijk ook eens naar uh, Triathlon Zutphen. En dan langzaam wordt het uh, weer herfst. Gaan de blaadjes van de bomen. Mm. En dan gaan we richting 19 oktober. Hè? Ja. Onze 200ste aflevering. Dit is 183. Er zitten er nog maar 17 tussen, Jurgen. Ja, ja. Ja. Waarvan we eigenlijk voor een heel aantal al hebben kunnen invullen waar ze over zullen gaan. Ja. Ik denk niet dat we nog veel afleveringen de komende tijd maken over uh, persoonlijkheidskenmerken. Uh, nee. uh, nee. <laughs> ben Precies. ik zo bang? Ja. Nee, er komt nog een mooie ASM in, aan. Er komt een raceverslag ja. van uh, Holten natuurlijk aan. Nou, er komt allerlei leuks aan. Um, maar met al deze triathlons op komst gaan we. Als je nu denkt, waar is Guido Vroemen? Ja, die zit dus niet in deze aflevering. Maar om dat te compenseren, volgende week zit hij de hele aflevering erbij. Want waar gaan we het volgende week over hebben? Ja, hoe bereid je nou voor op een triathlon? Ja, uh, we hebben wat? een aantal vragen binnengekregen. Ja. Dat mensen zeggen, ja, kijk, een loopschema kan ik nog wel op internet vinden. Ja. Maar als ik dan ook een fietsschema zoek en ook een zwemschema zoek. Hoe gooi ik dat allemaal op één grote hoop? Ja. Hoe doe ik dat slim? En hoe? ik moet ook zeggen vanuit de wetenschap, ja, die, uh, die denken nou, uh, dat, dat is ons veel te ingewikkeld. Die kijken dus ook liever gewoon naar één onderdeel en hoe je dat het beste traint. Exact. Maar, uh... Dus als je helemaal gek geworden bent van de wetenschapfilosofie in deze aflevering, <laughs> weet dan dat er volgende week een enorm lekkere, praktische, pragmatische aflevering samen met sportarts en topcoach Guido Vroemen aankomt. De hele aflevering lang over hoe bereid je je nou het beste voor op triathlon. Hoe maak je een triathlon schema? En dat komt dus omdat mensen reageren op onze afleveringen en uh, daardoor suggesties doen. Dus als je nou denkt, hé, hey, dat uh, wil ik ook wel eens over meedoen, ga ik je uitleggen hoe je contact met ons kan maken. Dat kan via een aantal manieren. Wij zijn de slimmerpodcast op Instagram. Ga ons volgen, geef ons hartjes en likes, want dan gaan meer mensen ons ontdekken. En dan weet je iedere week waar de aflevering over gaat. En dat kun je ook doen op LinkedIn. Daar vind je ons onder slimmer presteren podcast. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link die kan je kopiëren rond WhatsApp, doorsturen naar je hele netwerk. En je vindt daar ook onze webshop, waar je dit soort prachtige shirts, als je niet met ons naar een van die evenementen gaat, gewoon natuurlijk zelf even kan bestellen. Uh, buffs, boeken, sokken, hè? die uh, kun je daar allemaal vinden. En je kan ons mailen via post.slimmerpodcast.nl En uh, ik ben er inmiddels in de modus operandi wel achter... dat het, uh, als je nou een concrete vraag of suggestie voor een onderwerp hebt... dat het veiliger is om te mailen. Want ik zie ook via Instagram DM wel allerlei suggesties binnenkomen. En dan moet ik dat op de lijst zetten. Maar ik merk dat ik achterloop. Terwijl ik ben de enige die op Instagram kijkt. Maar jij kijkt ook mee in de mailbox, mm -hmm. uh, Jurgen. Dus ja. ik zie regelmatig vragen al voorbij komen in een aflevering... dat ik denk, oh ja, die moest ik ook nog op de lijst zetten. Maar daar is dan al een aflevering over. Kortom, jij kan meedoen en meebeleven en meemaken in onze Slim Posteren community. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. En uh, ik zou zeggen, Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Ja, wat tof dat je nog steeds aan het luisteren bent. Hopelijk hebben we niet al je vertrouwen in de wetenschap weggeslagen met deze uh, iets wat uh, alle kanten op aflevering. Jurgen, als mensen nou uit dat rijke archief van meer dan 180 afleveringen Slimme Presteren podcast, nou even willen doorluisteren. Gewoon lekker even op zoek naar wat praktische tips. Welke zullen we ze dan aanraden? Ja, dan zou ik. Ik had het al over de man die alles kan, eigenlijk, of alles lijkt te kunnen. Bas van Horen, we hebben hem al eerder als special guest natuurlijk in de, in, in, bij ons gehad. Toen hadden we maar een uurtje, dus konden we het alleen maar eigenlijk hebben over uh, het nut van wearables uh, voor hardlopers met name. Daar heeft hij ook onderzoek naar gedaan. Nou ja, uh, ja uh, altijd goed om daar eens te kijken van ja, kan tech ons eigenlijk helpen voor een betere loopstijl? Exact. En, uh, en dan hoe moet je het dus nou het beste inzetten. gaan zoeken naar aflevering 103 in je favoriete podcastspeler.